Rotterdamse ziekenhuis Dijkzicht vormde alreeds een gigantisch complex. Maar nu de medische faculteit van de Rotterdamse Hogeschool in snel tempo tot stand is gekomen en met een veelomvattende opleiding is begonnen, staan er verdere uitbreidingen op het programma die in korte tijd hun bestek krijgen ter vervanging van de provisorische gebouwen en laboratoria. Op 12 september 1966 geeft meester De Boer het startsein voor het optrekken van de kernen van het laboratoriumgebouw. Met onstuimige kracht verrijzen op het terrein waar vroeger de Ahoy-hallen stonden twee gebouwen voor de faculteit. Het eerste dat door de toepassing van glijbekisting met de snelheid van één verdieping per etmaal een hoogte van 116 meter heeft bereikt, heeft zijn 26 verdiepingen compleet. Door de liftkokers van dit hoogste gebouw van Nederland, dat de Euromast met een meter of 10 overtroeft, komen de bakken met beton naar boven. En op die manier lukte het in 4 weken tijd het hoogste punt van Rotterdam te bereiken. Dus zal het gebouw ongeveer 250.000 kubieke meter omvatten. En dan zullen we circa 90 miljoen gulden hebben uitgegeven. Van die 90 miljoen zal het Rijk ongeveer 88,5 miljoen betalen. En de hogeschool zelf, om een slag preciezer te zijn, het bij de hogeschool gelieerde trustfonds 1,5 miljoen. Last met de afneming van uw doctoraal examen. Het examen zal worden aangevangen door de heer Van Eyck. Meneer Kuivenhoven, wij zouden nog spreken over de keuze van de instrumenten van de economische politiek. U herinnert zich dat we in de naoorlogse periode... Heer, ik moge u dan ten bewijze van de uitslag het diploma overhandigen met het verzoek dit te willen tekenen in onze aanwezigheid. Staat het nieuwe Dijkzicht ziekenhuis dat prinses Beatrix deze dagen officieel in gebruik stelde. In de hal van het gebouw zou de prinses een bronzen plaquette onthullen door een ruk aan een gouden koord. Maar de ruk was wat fors. Dokter Blanksma, de geneesheer directeur van Dijkzicht, wist echter wel raad. Wanneer wij terugdenken aan de allereerste huisvesting en zetel van de hogeschool, dan doemt voor ons op dat heel mooie oude beursgebouw, tot stand gekomen onder de architectuur van de bekende bouwmeester van der Werf. Als straks de deuren dichtgaan om 7 uur, neem dan in gedachten
de deurposten mee, de zegenbrengende deurposten naar Kralingen. Dank u wel. Mogen ik nu besluiten met de wens dat onze economische hogeschool, die zich ontworstelde aan die versleten handelshogeschool van 1913, niet anders zal zijn dan ze altijd was. Namelijk oog voor nieuwe mogelijkheden, nieuwe gedachten, nieuwe experimenten, waardoor zij de maatschappij bij voortdurend haar eminente diensten zal blijven bewijzen. Ik dank u. Dit zijn de laatste woorden van de kant van de Nederlandse Economische Hogeschool. In dit laatste gebouw, het oude gebouw is gesloten, leven het nieuwe gebouw, leven de NEH. Laat 2 het volume voorstellen en A het aantal arbeiders. In dit geval laat zich namelijk het makkelijkst manifest demonstreren. Hogeschool is opgericht in 1913, dus vlak voor de Eerste Wereldoorlog. En werd toen geheten in deze havenplaats, in deze handelsstad, Handelshogeschool. Het is een oud gebouw waarin we u ontvangen vandaag. Het is neergezet in 1916, dus in de Eerste Wereldoorlog. En het was bedoeld als maar zeer tijdelijk. En u kent het beroemde Franse spreekwoord: ce n'est que le provisoire qui dure. Al hetgeen wat tijdelijk wordt neergezet, daar moet je vaak het langst mee uitkomen. Ik open deze openbare vergadering van de Senaat. En ik geef het woord aan de promotor, de hoogleraar Kuiler. Een helikopter heeft prins Bernhard naar Rotterdam gebracht, waar hij op de 50ste dies natalis van de Economische Hogeschool het startsein kwam geven voor de eerste officiële werkzaamheden voor de nieuwbouw. Het zal een symbool zijn van uw nooit rustend initiatief en van uw onverzettelijke werkkracht, waarmee de hogeschool, haar bestuurderen en haar geestelijke leiders opstuurt tot grote daden, alle die hier studeren, bijvoorbeeld. De prins ontstak door een druk op de knop een vuurwerk dat de omtrek van het bouwterrein markeerde. Dit was het teken voor een boormachine om het eerste gat in de grond te boren voor de 8000 palen waarop het gebouw een complex zal komen te rusten. De prins en het gezelschap zagen hoe vervolgens een aanvang werd gemaakt met de egalisatie van het terrein dat de naam Woudestein draagt en in de Rotterdamse wijk Kralingen ligt. De receptie moest worden afgelast. In allerijl werd het glaswerk verwijderd uit de tent die langzaam maar zeker de gestalte aannam van een luchtballon. Zo begon de opbouw van de hogeschool met een onvoorziene, hoewel allerminst tragische afbraak. In mijn begintijd was een student wat je toen werkelijk noemde een student. Als die student zich werkelijk als heer gedraagt, en dat laat terecht wel wat de wensen over. Vroeger zou men er niet aan denken om zijn boterham in de gang op te gaan staan eten. Men trok zich terug in de koffiekamer en ging daar werkelijk beschaafd zijn boterhammetje zitten opnemen. Maar op het ogenblik zie je studenten in de gangen rondlopen met hun boter, dan staan ze de bordafval was te bekijken en staan gelijktijdig hun maaltijd te nuttigen. Dat is iets wat ik als ouder die het vroeger zo anders gekend heb, nou niet bepaald erg lollig vind. Het is natuurlijk een heerlijkheid geweest om aan dit plan te mogen werken. En het komt nou eenmaal niet elke dag voor een dergelijke belangrijke opdracht te krijgen. Nou jij. Het terrein dat ons hier ter beschikking was gesteld
had verschillende beperkingen en verschillende eigenaardigheden waarmee bij de situering moest worden rekening gehouden. Als uiterlijk teken van de rectorale waardigheid, omhang, begroet ik u met de aloude wens, salve rector, iterumque salve. Zo waar helpen mij God almachtig. Zo waar helpen mij God almachtig. Niet alleen met een vernieuwend onderwijsprogramma, maar ook met kwalitatief hoogstaande research heeft Rotterdam de afgelopen 20 jaar een belangrijke positie weten in te nemen. Het Rotterdamse onderwijsprogramma poogde, en doet dat nog steeds, de student zo snel en intensief mogelijk met patiënten in aanraking te laten komen. Tot op de dag van vandaag bestaat hiervoor bij studenten een grote behoefte. Ik wil het alleen doen als we volkomen gelijkgerechtigd zijn als de andere faculteiten wat de middelen betreft. Alleen zou ik proberen het beter te doen. Dus dat is mijn kaderstelling geweest waarbinnen ik heb moeten opereren en waarbinnen ik heb opereren. Prinses Margriet, koningin Juliana, de heer en mevrouw Tinbergen en prinses Beatrix en prins Klaus luisterden naar prins Bernhard die de prijs overhandigde. Dit mag doen aan iemand die de verpersoonlijking is van twee eigenschappen die Europa tot een cultuurgebied in de hoogste zin van het woord gemaakt hebben, namelijk wijsheid en naastenliefde. Na de Erasmusprijs volgde de prestigieuze Nobelprijs voor de economie. De Nobelprijs die professor Tinbergen thans heeft gekregen en waaraan deze herinneringsmedaille met de kop van Nobel is verbonden, werd hem uitgereikt door koning Gustaf Adolf VI, die vergezeld was van alle leden van de koninklijke familie. In de nog niet geheel gerestaureerde Sint-Laurenskerk vond 's middags in tegenwoordigheid van koningin Juliana een openbare senaatsvergadering plaats, tijdens welke twee eredoctoraten werden verleend. Miljoenen jongeren en heel veel aandacht op de jeugd naar een bevolking zoals u ziet in het jaar 2000. Ja, mevrouw, ik ben dokter Henny. Vertel eens, op de pols gevallen? Dan moet ik maar eens zien. Mag hij het eerst even kijken? Ja. Okay. Auw.
that is still in Rotterdam, especially with the Erasmus University. Thank you. Well, my study at the Erasmus University has provided me with an excellent base for my later career. What a face!